dit ben ik. Met mijn vader, moeder en zusje. Er is ook een broertje, maar die ging dood. 3 dagen na zijn geboorte. Ik was toen 5 jaar oud. Op wat vage herinneringen na weet ik maar heel weinig over alles wat zich heeft afgespeeld in de korte tijd dat mijn broertje heeft geleefd. Terwijl het voor mijn ouders dagen moeten zijn geweest die in hun geheugen staan gegrift. Praten over hun emoties en gevoelens deden mijn ouders niet met mij. En ik heb er nooit naar durven vragen. Nu ik 23 jaar later zelf een relatie heb, merk ik dat ik het erg moeilijk vind om bij mijn eigen emoties en gevoelens te komen en om deze te kunnen uiten. Dit zorgt regelmatig voor problemen binnen mijn relatie en daarom neem ik de aankomende maanden de tijd om te onderzoeken waarom ik hierbij een blokkade ervaar en hoe ik me meer kan openstellen voor mezelf en mijn omgeving. Ik heb een therapeut gevonden die me hiermee gaat helpen en ik heb mijn vriend Bouwe gevraagd om alles te filmen. Maar eerst staat me nog 1 ding te doen. Langsgaan bij mijn ouders. Om het zwijgen te doorbreken. Waar denken jullie dat het door komt dat we nu pas een moment hebben gevonden, zeg maar, om het er zo over te praten? Ik heb het idee dat we het hier nooit echt zo heel erg over hebben gepraat, toch? Nee, ik heb er ook over nagedacht natuurlijk. Als ik terugkijk op die periode, vond ik het sowieso al moeilijk om samen met mama daarover te hebben. En ja, jij was een mannetje van 5 en als je jou dan lekker naar buiten ziet fietsen, dan hebben de ouders niet de behoefte om jou treurig te zien. En hè, dan doe je alles eraan om het jou naar de zin te hebben, te maken. Ja, en om het verdriet zo mee mogelijk te laten zien als jij in de buurt was. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het allemaal eigenlijk in zijn werk is gegaan. Zou je daar eens over kunnen vertellen? Van... Ja, ik heb die dubbele baarmoeder, dus wij wisten dat... Jij bent ook 6 weken te vroeg geboren. Dus wij wisten dat deze ook te vroeg geboren werd. En met 30 weken kreeg ik weeën en ontsluiting. En daar hebben ze geremd met weeënremmers tot die 34 weken. En omdat ze me van de weeënremmers af hadden gehad en zij dachten van, nou, dat gaat nog wel even duren, maar ik kreeg meteen weeën. En toen moest de gynaecoloog nog gebeld worden, dus toen moest ik proberen mijn weeën weg te puffen en mijn persweeën op te houden. En doordat ik steeds mijn persweeën op moest houden, is die navelstreng klem komen te zitten. En daardoor is de zuurstofgebrek ontstaan. Hij was wel heel misselijk en hij deed overgeven en had groene ontlasting. En toen zegt ze, ach ja, had ik nog aan de zuster gevraagd die daar rondliep. Van, ze zegt, ja, maar je moet je eigenlijk niet zo'n zorgen maken. Dat is gewoon van de bevalling en dat komt allemaal wel goed. Ze gaf me eigenlijk meer de indruk van, moet niet zo zeuren. Want laat hem maar lekker liggen en dan komt het wel goed. Ja, toen werd hij eigenlijk steeds zieker, toch? Ja, maar... Kun je het nog helemaal zo voor je halen dan? Of is het voor jou ook een beetje... Zoals ik de eerste zwangerschap beleefd heb en de geboorte van jou, waren voor mij al niet prettig. Ik heb daar blikken van de zusters opgevangen, dat ze het idee hadden van, hey, we zijn de hartslag kwijt van Devin en we weten niet goed. Nou ja, dan word je geboren en dan word je naar zo'n couveuse afdeling gebracht en ik ben daar eigenlijk van dichtgeklapt, weet je. Ik weet nog dat ik terug in de lift voelde dat ik een hele andere persoonlijkheid was geworden. In 1 keer een heel ander mens. Dus vanaf mama tegen mij zei van, ik ben zwanger, had ik iets van, nu moet ik weer door zo'n periode heen. Het kind wordt gezond geboren en iets in mij zei, dat kan niet, want ze hebben mij verteld dat dit slecht af gaat lopen. Jouw gevoel was zo. Ja. En ik was helemaal niet blij. Ik weet dat ik toen met jou naar huis ben gegaan. Ja, ik kon niet slapen natuurlijk. En om 10 uur kreeg ik het telefoontje van mama van... je moet hierheen komen, want het gaat niet goed met hem. Ja, toen herkende ik mijn eigen kind niet meer. Dat was in die nacht zo vreselijk slecht gegaan. Ja,
precies. Ja, zie je nou. Toen jij dan 's morgens naar bed gaan kijken, toen was hij eigenlijk al behoorlijk aan de zieke kant. En toen hebben ze hem nog heel de dag laten liggen. En toen 's nachts was hij zo aan het vechten voor zijn leven. Nee, Brie, je haalt twee dingen door elkaar. Wij zijn om 11:15 's ochtends op gesprek geweest in een bos. Mm-hmm. En die vertelde ons, hij gaat naar Nijmegen, daar wordt hij geopereerd. Toen kregen we eindelijk een arts, hè, die eigenlijk opzomde wat je markeerde en hoe het ervoor stond. Ik weet niet, dat we moesten gaan slapen. Ze kregen daar een kamer, hè? Ja. Kwamen ze ons roepen van, ja, we moesten afscheid gaan nemen, want... Ik weet wel dat ik meteen zei van, nou, ik wil niet dat Def er mee komt. En iedereen mag komen, maar Def hoeft er niet te zien. En toen heeft hij uitgelegd waarom het goed voor jouw verwerking was. En toen hebben we gelijk mee ingestemd van, nou, dan moet hij natuurlijk meekomen. Vandaag heb ik mijn eerste afspraak bij een therapeut. Zij werkt volgens een systeembenadering, die ervan uitgaat dat mensen leven in systemen en loyaal zijn aan de onderlinge verhoudingen hiervan. Je familie is zo'n systeem. Door dit systeem bij mezelf bloot te leggen en hiervan bewust te worden, hoop ik de komende maanden antwoord te krijgen op mijn vragen. Hey, Devin. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, zijn... kom verder. Welkom. Dank je. Wat ik bij Def zie... Ik zie bij Def dat het een tijdbom is die tikt, maar nooit ontploft. En het kan sneller of harder tikken door te schreeuwen, te stampen, te roepen. Maar die knal blijft uit. Sinds ik Def heb ontmoet, weet ik pas wat liefde is. Def is echt iemand die echt door het vuur gaat voor je. Hij neemt zo de verantwoordelijkheid op zich door heel erg bezorgd te zijn om iedereen. En voor iedereen te zorgen dat hij zich goed voelt. Die hoop ik dat hij eindelijk eens even naar zichzelf gaat kijken. Om te kijken, voel ik me eigenlijk wel goed? Volgens mij heeft hij geen idee wat hij nou eigenlijk zelf voelt. Dat idee heb ik. Ik heb hem nooit zien huilen. Ik zou hem heel graag een keer willen zien huilen eigenlijk. Ja, ik weet niet wat hem ontroert of... Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Daar verlang ik heel erg naar. Iets meer laten zien dat hij... Ik hoor nooit van hem dat hij trots op me is. En dat zou ik heel graag willen horen. Ja. Papa en mama ergens op een bepaalde laag besloten hebben, weet je, we gaan het daar niet over hebben. En die hebben het ook al van hier wat meegekregen. Dan heb je dat ook niet geleerd, mm-hmm, om met emoties naar buiten te komen. En weet je, wij interpreteren naar onze eigen werkelijkheid. Dus wellicht dat jij ooit een aanname hebt gedaan, zo klein als je was. Het is beter, het is veiliger als ik niet laat zien of zeg wat ik voel. Dus ik zet er maar iets anders voor. Is dat misschien wel de reden dat je al op 17-jarige leeftijd het huis uit moest van jezelf? Dat je dacht, ik ga die navelstreng nu eens doorknippen? Misschien wel. Of zit je er nog aan vast? Kan ook. Ik denk dat ik er nog wel aan vast zit. Ja? Ja. In de eerste sessies merk ik al meteen dat ik het erg lastig vind om op sommige vragen antwoord te geven. En dat zijn dan vragen die echt mezelf aangaan. Dus waarbij ik moet antwoorden met ik vind of ik voel dit of dat. Ik ben het gewoon helemaal niet gewend om op die manier antwoord te geven. En dat het me niet lukt, dat frustreerde me eigenlijk ook meteen. Ik kan me... Ik zou voorstellen dat er wel momenten misschien zijn geweest dat ik aan het puberen was of opgroeien was of iets. Heb je dan, was er nooit een behoefte of een aanleiding, zeg maar? Ik weet het niet, omdat jij sowieso niet ontspoord bent. Je had natuurlijk net als iedere puber je eigenaardigheden, maar je had een hele grote vriendengroep. Het ging eigenlijk altijd wel goed. Ja.
Want hij was daarna wel vrolijk. Je broertje was gewoon dood. Ja. Hij kreeg een nieuwe fiets toen. Weet je nog? Ja? Groen met rood. Maar als jij dan uit school kwam, dan wilden wij toch altijd wel weer de vrolijke ouders zijn. Of ja. Ja. En dat is ook trapte ik daarin, zeg maar? Of, ja. Ja, dat kan nog wel op die leeftijd. Als je je kindje bent verloren en je hebt er dan nog eentje die rondloopt, die zou je daar het liefst op de bank neerzetten. Ik vond het altijd het fijnste als de deur dicht was en jij in bad was geweest en op de bank zat. Dat er niks kon gebeuren. Dat vonden wij de fijnste momenten. Dan was het gewoon goed. In de volgende sessie krijg ik door middel van speelgoedpoppetjes inzicht in onze gezinssituatie. En mijn eigen gedrag hierin. Nou, wat me dan verrast is dat ik hem dus blijkbaar hier plaats. Terwijl, als je me rationeel zou vragen, zou die bij mijn ouders horen, zeg maar. Hierdoor wordt het me duidelijk dat ik mezelf een bepaalde rol heb toebedeeld. Dus het is belangrijker blijkbaar om voor de ouders te zorgen? Ja, dat klopt. Ik was nog heel jong toen mijn broertje overleed. En als ik nu terugdenk aan die periode, is het eigenlijk één grote grijze brei zonder tijdlijn. Rouwverwerking gaat gepaard met herinneren. We doen daarom meerdere oefeningen die inspelen op mijn onbewust geblokkeerde gevoelens. Devin, wat is er goed aan om niet je emoties te voelen? Dat je anderen dan alleen maar het veilige gedeelte van jezelf hoeft te laten zien. Devin, wat is er goed aan om niet je emoties te voelen? Raak je niet uit balans? Devin, wat is er goed aan om niet je emoties te voelen. Ik denk dat handelen vanuit emotie gevaarlijker is dan handelen vanuit verstand. Ik ging er gewoon vanuit dat het allemaal goed ging. Ik vond het naar dat papa van die gedachte zat. Ik dacht, Maar ja, dat wist je toen nog niet. Nou ja, wel dat je niet wilde kijken, zodat je er geen band mee wilde hebben. Je wilde toen al afstand nemen. Maar daar hebben jullie dus wel over gecommuniceerd toen? Of later. Nee, later. Papa liet er eigenlijk, wilde er ook niet. Die wilde het daar eigenlijk niet met mij over hebben. Je bent altijd daar bezig. En hier gaan we naar binnen. Zijn we met jou bezig. Je bent deze hele documentaire aan het maken voor jezelf, maar natuurlijk ook, in ieder geval, zo ervaar ik het, als eerbetoon naar Kaya. Mm-hmm. Zo dicht is hij bij jou. Maak daar eens een mooi symbool van. Van de verbinding die jij hebt met Kaya en Kaya met jou. Waar komt dat schuldgevoel bij jou van? Als in dat ik, alsof ik een idee heb waar dat vandaan zou kunnen komen of waar dat zit in mijn lijf. Als jij, hè, want je zei tegen mij net van ja, dan ben ik een middag aan het niksen en dan komt direct zo'n schuldgevoel. Ja, eigenlijk gewoon door dingen die ik mezelf opleg. Van ik vind dat. Ken je dit al lang? Dat gevoel? Altijd. Ja, dus dat. Voor wie moet jij dat doen, denk je? Weet je dat ik kan me niet één keer herinneren dat iemand ooit van me heeft gevraagd de dingen die ik mezelf opleg. Nee. Dus je hebt het werkelijk vanuit je eigen overtuiging gedaan. Ja. Als kind zie jij dit gebeuren, het overlijden van Kaya. En je begrijpt nog niet precies wat er aan de hand is. Maar je gaat iets waarnemen bij je ouders, wat je daarvoor
nog nooit had gezien. Weet je, je ouders zijn beide in diepe rouw. Zijn volledig uit het veld geslagen. En alles wat daarbij is komen kijken. En wat een kind dan wil, die gaat ervoor zorgen dat dat er niet meer is. Die wil mama weer blij zien, die wil papa weer blij zien. Dat is een onmogelijke taak. Maar die heb je blijkbaar dus wel als jouw taak gemaakt. Mm-hmm. Uit liefde voor je ouders. Ik vind het altijd een beetje dubbel bij mijn vader. Want aan de ene kant heb ik altijd het idee dat ik hem best wel begrijp. En aan de andere kant, ik hou op de een of andere manier dan toch rekening met dat ik kijk van hoe zit hij in zijn vel vandaag. En ik denk dat wij nou ook niet altijd er helemaal voor open hebben gestaan om daar helemaal in mee te gaan. Wat gebeurde er net bij je? Wanneer? Net. Je zat ook zo aan je oor. Oh, ja. Wat gebeurt er dan? Misschien probeer ik daarmee naar een bepaald gevoel terug te gaan of zo. Ik weet het niet. En wat ben je nu naar mij aan het doen? Ben je mij aan het geruststellen? Want er komt weer zo'n vriendelijke glimlach. Ik bedoel dit respectvol, hè, Devin? Ik weet het niet. Oké. Maar zo doe je het. Vanuit de loyaliteit ben je van je plek afgegaan. Maar jij bent de eerste. Het eerste kind. De oudste zoon van je ouders. Als je op deze plek staat, neem je taken en verantwoordelijkheden die blijkbaar bij een ouder horen. Weet je, dat past niet. Ik weet ook, jij kent ook geïrriteerdheid. Ja. Ja, hè? En waar kan jij dat voelen in je lichaam? Oké. En verdriet? Ja, dat vind ik toch een lastige. Mm-hmm. Ja, ik zou bijna heel veel willen omcirkelen dan. Ja, maar dat mag ook. Maar er gebeurt toch wel veel hier, toch? Ja. Hè, want het is eigenlijk dat je zegt, nou ja, ik kom niet bij mijn emotie. Maar je kunt ze zo wel lokaliseren. Dus je kent het allemaal wel. Je voelt het ook. En er is één gevoel, emotie, waar je over twijfelt. Dat is verdriet. Dus wat kan zijn, is dat je het verdriet overal hebt gevoeld. Want dat blijkt ook, weet je. Het hele lichaam kent het gevoel van verdriet. En ja, je gaat nu veel bewuster met de dingen om. Dat je ergens gaat ervaren, hé, hier leg ik zelf een blokkade neer. Ik weet wel waar die blokkade zit. Oké. Hier. Hier? Ja. Jij hebt geen antwoord gevraagd op je vragen. Is mogelijk hier. Maar als je dan kijkt in de ogen van mama en daar het grote verdriet zit. Weet je, dat kan. Dat je dat dus gedaan hebt. Uit die bescherming voor mama. Afgelopen week kwam het begrip loslaten voorbij. Je kunt pas loslaten als je het hebt vastgepakt. Hoewel het gebracht werd als iets wat heel normaal is om te doen, werd ik er boos van dat het überhaupt aan me werd gevraagd. Maar wat mag er dan gaan? Het verdriet? Kaaien? Nee, ik moet helemaal niet weg, want ik wil graag juist dat het bij me blijft. Dan houd je hem vast, maar hij is wel dood. Waarom? Ik wil het helemaal niet laten gaan. Wat je niet hoeft laten gaan, is de herinnering aan hem. Jij wil Kaaien niet loslaten. Doe je benen eens naast elkaar. En doe gewoon eens je ogen dicht. En breng jezelf eens terug op die leeftijd, op die betreffende avond. Wat herinner jij je dan? Vooral een bepaald gevoel van die dag. Dat mijn tante me kwam ophalen om daar te logeren. Ik schijn zelf mijn tas in te hebben gepakt. En toen had ik mijn mooiste kleren ingedaan. En toen zei ik ook nog tegen mijn tante, ik heb mijn mooiste kleren ingepakt. Want volgens mij is het een belangrijke dag vandaag. Ik weet dat ik daar naar mijn tante ben gegaan.
dat ik naar bed ben gegaan. Aan welke kant van het bed ik lag, weet ik nog. Wat er naast het bed stond. Ik weet precies dat ze me wakker kwam maken. Dat ik mijn ogen opendeed en dat ze zei... we moeten naar het ziekenhuis. En toen zijn mijn tante en mijn oma en opa op gaan halen. Dat ik achterin de auto zat te wachten tot zij de deur uitkwamen. Gewoon precies waar op de weg we stonden. En dan weer even niks meer. En dan weet ik dat we in Nijmegen liepen, in het ziekenhuis. Weet nog precies hoe die gang eruit zag. Dat ik daar aan de rechterkant mijn ouders tegenkwam. Dat aan de linkerkant, de achterste deur, dat was het kamertje waar wij naartoe moesten met z'n allen. Waar ik zat. En wie er dan in de kamer stonden. Waar ze stonden, weet ik ook nog. En dan brengt mama jou Kaaien op schoot. Terwijl jij je broertje nog zo vast had, kwam ook het moment dat iemand het broertje weer uit jouw armen haalde. En dat je hem ook daadwerkelijk los moest laten. Registreer bij jezelf ook even wat dat voor gevoel gaf. Weet je wat ik erbij heb? Mm-hmm. Je bent er heel snel uit, hè? Wauw, wat gebeurde er? Ik krijg er een beetje frustratie bij. Ik word wat ongecontroleerd. Gewoon voel ik aan mijn handen, ga trillen. Gewoon ongecontroleerde beweging maken. Het lichaam slaat op. Het lichaam herinnert. Het lijkt ergens wel of dat zo... bijna gevaarlijk wordt voor jou om gewoon daarin te kunnen blijven. Als mijn moeder ging heel vaak 's avonds weg, bijvoorbeeld voor de werk. En ik ging dan voor het raam zitten wachten tot zij terugkwam. En dan ook niet zomaar voor het raam, nee, dan ook echt kijken, zodat je zeg maar ziet als zo snel mogelijk van welke kant ze komt. En dat heeft best wel lang geduurd. Mm-hmm. Want ik heb ook bij mijn moeder in bed geslapen totdat mijn zusje kwam. Dan was ik 10. Herken jij hier iets van in jullie relatie? Wat ik 's avonds merk als wij in bed liggen en hij slaapt, dan klampt hij zich aan me vast. Mm. Gewoon echt met zijn voeten ook op mij gaan liggen, zodat ik niet weg kan uit het haast. Mm-hmm. Ja. Dus hier is de beweging niet gecontroleerd, maar het is groter gemaakt. Hè? Dus het vastpakken. Heb je hem ooit wel eens dankjewel gezegd dat hij er is voor jou? Ja, maar sowieso te weinig, denk ik. Mm. Veel herinneringen aan Kaaien heb ik niet. En als ik terugdenk, heb ik vooral geleefd met het verdriet dat mijn ouders om hem hebben. Ik vind het nu nog steeds erg moeilijk om bij mijn eigen gevoel te komen. En om daar een stapje verder in te komen, heb ik besloten om een familieopstelling te gaan doen. Heeft het al wat effect opgeleverd, een inzicht? Of... Het hele principe van wat dichter bij jezelf staan en een beetje in het nu zijn. En dat je jezelf daartoe toelaat of zo. Dat,
deed met me, dat ik een bepaald gevoel over me heen kreeg. Of dat ik een bepaald gevoel kreeg waar ik in het dagelijks leven nooit bij kom. En wat is dat gevoel? Kun je het omschrijven? Nou, dat je in je lichaam voelt. In het normale leven, zeg maar, ben ik met mijn geest iets voor mijn lichaam of zo. En op dat moment voelde ik me gewoon in mezelf. Snap je toch wel? En dat is fijn. Hoe is dat in jezelf zijn? Ja, fantastisch. Ja. Hoe sta je tegenover tegen morgen? Als iemand me dit out of the blue had verteld, had ik gedacht, nah, dat is niet echt iets voor mij. Waarom niet? Nou ja, dat we met andere mensen, dat die dus moeten staan voor mijn familie. En dat die mensen daar dus een bepaald gevoel bij krijgen. En dat dat dan zou moeten slaan precies op de situatie zoals die bij ons zou zijn, zeg maar. En dat ik daardoor, ja, een openbaring is een groot woord, maar dat ik daardoor bepaalde inzichten ga krijgen. En waarom ga je het dan doen? Waarom ik het ga doen? Ja, waarom ga je het dan doen? Als je zo'n idee hebt. Ja, omdat ik... omdat we proberen toch iets te bereiken. Ja, en waarom denk je dat dit het iets gaat bereiken? Nou ja, wat ik de vorige week ook al een beetje zei... dit heeft toch met het onbewuste te maken... en met je gevoel en met je lichamelijke reactie. En, nou ja, ik heb het idee dat ik dat totaal niet kan sturen of in de hand heb. En dat zie ik als een voordeel. Wat zou jij vandaag willen onderzoeken? Eigenlijk waarom ik het zo lastig vind om mezelf toe te laten tot mijn gevoel... en andere mensen daartoe toe te laten. Nou, misschien dat je iemand kunt uitkiezen die staat voor jouw gevoel. Jij graag. Oké. Wie mag jouw vader zijn? Jij. Wie mag jouw moeder zijn? Ik denk jij. Wie mag jij zijn? Die jij toen je 4, 5, 6 jaar was, rond die leeftijd. Zou jij dat willen doen? Zusje, een broertje. Begin hier eerst mee, zoals jij denkt hoe ze moeten staan. Stel eerst maar even de 5-jarige op, de 5-jarige Devin. En Devin, kom even hier gewoon zitten en kijken. Mogen je broer en je zusje, hier is je broer. Wat gebeurt er? Toen mijn broertje erbij kwam. Hoe gaat het met jou? Ergens hoor ik wel bij, maar voel het niet zo. Hoe heet jouw broertje? Kayan. Kayan is al aan de andere kant, hè? Ga maar naast jezelf staan. Wat gebeurt er? Het is net of ik afstand van alles neem. Of ik weer wegga. Als ik zeg dat het niets met mij te maken heeft, zo voelt het niet. Maar het komt wel aan die kant uit. Ik wil dat het niets met mij te maken heeft. Ja, wat ik ervaar is dat de focus die eerst al op hem lag, nou ineens heel erg daar is. Ik weet wel dat ik daar ook moet zijn, maar... Hoe is het om naar je moeder te kijken? Ja. Ik begrijp het zo goed. Maar, ja. Het zorgt voor afstand. Wil
je gewoon hier gaan liggen. Ik ga er eens bij zitten. Hoe is dit voor jou, Devin? Ja. Dit was een punt van omslag, omdat ik voor het eerst echt dicht op mijn gevoel kwam. Het overkwam me echt en dat was een opluchting, omdat ik hier natuurlijk naar op zoek ben. Maar dat maakte me ook wel angstig, omdat ik dacht, ja, wie ben ik dan straks als ik die controle kwijt ben? En wat komt er dan voor in de plaats? Het zorgde er eigenlijk voor dat ik tegen van alles ging aanschoppen en constant ruzie ging maken thuis. Er speelt veel, hè? Ja. Je hebt een relatie met Bouwen. Bouwen voelde zich door jou eigenlijk onvoldoende gezien. Kijk, voor mij is dat zo'n feestje, of hoe jij je auto nieuw besteedt, is echt zoveel minder belangrijk dan... Dat je vanuit deze situatie voelt. Weet je, zolang jij dit blijft doen, wat kan Bouwen? Dan is dat even zo. Kijk, als het een keer is, oké, maar dat is niet een keer. Dus ergens maak je dit steeds belangrijker dan hier. Wat ben je nu aan het doen? Zoeken waar ik mijn loyaliteit moet leggen. Wat ik denk, is dat je momenteel hier wel erg in de verstrikking zit. In deze loyaliteit. Alsof jij er niet voor mag kiezen om ook met je partner een eigen leven te gaan leiden. Je zit nog zo vast in dit stuk dat je ze niet alleen wilt laten met oudejaarsavond. Terwijl ik denk, ja, weet je, je ouders kunnen hun eigen feestje maken. Wat ik een beetje zie gebeuren is dat zeg maar het stuk hier, waar het gaat over Kaaien en wat het in het gezin heeft gedaan en ook in de familie, lijkt zich nu een beetje te verschuiven naar jullie relatie. Weet je, het zou natuurlijk heel naar zijn als de relatie onder druk komt te staan. Ik kan nu niet meegaan met sorry, dat had niet zo gemogen. Dat doet het voor mij niet meer. Doe je dit? Ja, daar heb ik ook even behoefte aan nu. Het is maar heel klein. Maar kun jij mij zien hierdoor? Mm-hmm. Wat zie je dan? Een wazig beeld. Dus wat zien wij nu? Zien wij nu jou in je pijn? Mogen we die zien? Of zet je liever dit eroverheen? Maar jij kunt de afstand zo groot bepalen als jij wilt hoe je hiernaar kijkt. Pak jezelf eens op, waar zou je dan gaan staan?
En als je daar bent, komt bouwen daar weer bij? Ontvangen vandaag om 12:35. Hey Bauer, met Monique spreek je. Jullie hier komen morgenochtend. En ik wilde eigenlijk het gesprek met jullie beiden gaan hebben. Nou, ik hoor het wel. En anders tot morgen, 11 uur. Oké, dag dag. De individuele gesprekken met mijn ouders staan nu op de planning. Maar eigenlijk is de afgelopen periode steeds meer gaan draaien om mij en bouwen. We zijn dus bezig allerlei dingen weer te openen. Ja. Dat, daar ontkom je niet aan dat natuurlijk ook de liefdesrelatie daar, weet je, jij hebt daar ook mee van doen. Krijg jij voldoende ruimte als liefdespartner in jullie relatie? Voor mijn gevoel weinig. Mm-hmm. Ik heb op het moment het idee dat eigenlijk alles een beetje over hem gaat. Hmm. Veel in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja, dus klopt het dat er een onbalans zit in de relatie? Ja. Ja, ja, dat is er zeker. Dus wat is er voor nodig, hè, en dat is misschien voor jou weer iets anders dan voor jou, Devin, om die relatie weer gelijkwaardig te maken? Bouw draait overal omheen. Dus als hij naar de supermarkt moet, dan kan hij dat aankleden met een verhaal van een kwartier waar het woord supermarkt niet in voorkomt. En dat is heel lastig, want hij kan de 1 minuut dit zeggen en 5 minuten later compleet iets anders, waardoor je eigenlijk nooit precies weet welke van de twee de goede is. Voor mij geeft dat geen basis om met een gerust hart daar dingen aan over te laten, of snap je? Dat is gewoon heel lastig. En het komt niet vanuit een verkeerde plek. Dus het is niet dat het een leugenachtig, onbetrouwbaar iemand is. Dat komt ergens vandaan ook. Vanuit iets dat hij zichzelf heeft aangeleerd. Ook omdat dat hem waarschijnlijk lange tijd goed van pas is gekomen. Maar dat staat in dit soort dingen wel echt in de weg, ja. Kijk, ik heb me altijd vrij gevoeld als ik alleen was. Mm-hmm. En dan hoef je ook niet bezig te zijn met voor iemand anders het veilig te maken. En het eerlijk zijn, ja. Ik hoef er ook niet echt een connectie met iemand aan te gaan. Dus als ik ergens omheen moest draaien, dan deed ik dat wel. Om het mezelf gemakkelijker te maken. Ja, en nu kom je daar niet meer onderuit natuurlijk. Nee, zo is het. En ja, je zei ook van vooral goed genoeg gevonden te worden, aardig gevonden te worden, voldoen in de ogen van de ander. Ja. Dus ja, als je dan denkt van, hey, je leest iets in de ogen van de ander, poef, als ik dit ga doen, dan voldoe ik niet in die ogen. Dan komt waarschijnlijk weer dat oude, onveilige gevoel naar boven. Klopt. Het is een gedrag wat jij ontwikkeld hebt, wat nu jullie relatie niet goed doet. En soms zelfs echt schaadt. Maar ik heb ook het idee dat als ik het anders had aangepakt, hij is gewoon heel vaak boos. Je hebt helemaal geen idee hoe het is als je het anders aanpakt, want dat heb je nog nooit gedaan. Wel, dat probeer ik wel eens, te weinig. Je probeert het wel eens, maar nooit voor de 100%. Ik kan mijn werker geen één. Ik zou geen voorbeeld kunnen noemen, meen ik serieus. Maar het is geen aanval op jou, hè? Ik hoop alleen gewoon dat we het oplossen. Ja. Want vanuit waar zeg jij dit nu, Devin? Zit je nu, wat je nu net zegt, zit je in je kritische ouder of zit je in je volwassen ego? Nou, misschien een beetje ertussenin. Ja. Omdat... Maar dat hoor je ook, hè, aan je stem. Want ja, jij bent gewoon, ja, of kunt in de relatie best dominant zijn. Dat is weer wat jij vanuit jouw geschiedenis zo kent. Hoe jij ook eigenlijk van je kindplek bent gaan bewegen naar boven, als het ware. Dat je op die horizontale as terecht kwam waar de ouders staan. Hè, dus de partners staan. Terwijl jij als kind je verhoudt tot de ouder op de verticale as. Jullie willen een horizontale verhouding hebben.
En als jij erboven gaat staan, weet je, dan komt een beetje de kind-ouder-relatie. En dan komt de druk op de liefdesrelatie te staan. Ja. Wat vind je leuk in bouwen? Ja. Nee, ja, kijk, we hebben het nu natuurlijk over dingen die niet zo goed gaan, maar... Dus er zijn natuurlijk onder de dingen die wel goed gaan. En dat wij elkaar verder op deze communicatie dingen na... en dingen die we gewoon mee hebben genomen op heel veel vlakken wel kunnen vinden. En ik denk dat we elkaar op heel veel vlakken wel aanvullen ook. Dus dingen waar ik minder goed in ben, waar ik aan het werk mee ben, ook nu... daar vind ik hem juist weer heel erg sterk in. En, hij kan heel erg open zijn en het is gewoon een heel prettig, vrolijk, open... mens. En dat is iets... is eigenlijk iets wat ik heel graag een beetje meer zou willen zijn of zo. Dus daardoor is het, vind ik het heel fijn om bij hem in de buurt te zijn. Want dat maakt mijn staat van zijn maakt dat gewoon... ja, dat is een positief iets om bij hem in de buurt te zijn voor mij. Wat eigenlijk begon als iets wat nog redelijk overzichtelijk was in mijn hoofd, is nu uitgegroeid tot iets wat zich letterlijk in alle aspecten van mijn leven afspeelt. En dat is nogal overweldigend, waardoor ik soms even niet weet bij wie ik waarmee terecht kan. Wat betreft bouwen leken we elkaar het ene moment helemaal goed te begrijpen en leek het andere moment er nog maar één oplossing mogelijk. En dat is er maar gewoon mee stoppen en uit elkaar gaan. Ik wilde jou gewoon in een hele fijne omgeving op laten groeien. En niet met verdriet en met depressieve ouders. Dan had ik mijn verdriet inderdaad alleen. En dan, en hoe zag dat dan? Ging je dan in bed liggen in een jaar? Of, nee, dan zette ik altijd muziek op. En dan ging ik strijken of zo. En dan zette ik muziek op, meestal van Marco Borsato. Want dan kon ik lekker op huilen. En dan, ja. Maar ik vond het ook wel fijn om alleen dan dat verdriet te hebben. Hoe lang heeft het geduurd voor je gevoel? Voordat je... Voordat ik het een... Nou, ik weet niet of je het... Of je dat zo kan noemen, of je het een plek geeft. Maar ja. Voordat je... Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik denk misschien voordat je er op terug kon kijken. Ik denk dat ik pas terug ben gaan kijken vanaf de dag dat jij bent gekomen met die documentaire. Om daar een documentaire over te maken. Toen dacht ik... Ja, wordt er voor hem iets gedaan wat hij zo verdient? Zo in het zonnetje gezet worden. Ik wilde niet een huilende, verdrietige moeder worden. Ik denk dat ik daarom ook nooit heb durven vragen... of in ieder geval nooit heb kunnen inschatten... wat gaat het effect zijn als ik daarna ga vragen. Dan ga je ook niet zeggen, hé man, hoe... Dat vind ik nu zelfs nog super moeilijk. Omdat... Ik denk dat ik bang was misschien wel... Dat onze band anders zou worden. Ja, misschien is het dat wel geweest. Ja, ik probeer gewoon te achterhalen wat je dan voor keuze hebt gemaakt. En of je dan op zo'n moment ook een stukje van je emotie daarmee uitschakelt. Of... Ja, dat denk ik wel. Heb je dat ooit voor je gevoel weer terug ingeschakeld? Ik denk het niet. Ik denk mijn karakter wel gewoon zo is. Zoveel liefde ik voor jullie heb, voor jou en voor Jento... dat zou je dan zo graag aan hem ook willen geven. En zit dat dus nog ergens gevangen dan? Ja, dat zit wel ergens. Dat ik denk van, waarom heb ik hem niet meer bij me gehad? En... dicht tegen me aangehad en daarom vind ik loslaten, nee. De hele kleine beetje dat ik hem vast heb kunnen houden, dat wil ik ook zo houden.
Ja, of dat ik hem tekort heb gedaan. Zo voelt het soms. En dat gevoel blijf je, denk je, altijd met je meedragen. Ja. Ja. Waarom ik hier een beetje mee ben begonnen, is dat ik vooral moeite heb om eigenlijk voor mezelf te voelen wat ik nou eigenlijk voor gevoelens van binnen heb. Het zit best wel een soort vast of zo. Het zit ook soms letterlijk. Het zit heel dicht bij elkaar allemaal. Dat dat hier stokt. In mijn, gewoon letterlijk alsof er een blokkade in zit. We worden onrustig. Ik ben heel onrustig. Ja. Trillen. Ja. Maar ook een soort. Een soort zelfbescherming is. Want het kan ook mijn hele dag bepalen soms bijvoorbeeld. Terwijl als je dat iets beter bij jezelf zou kunnen kanaliseren en ook zou kunnen uitspreken, zou je ergens bijvoorbeeld binnen 10 minuten vanaf zijn. En bij mij kan het mijn dag bepalen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap dat heel goed. Ja, misschien is het wel een stuk angst wat je bij je hebt. Om bang te zijn dat hetzelfde overkomt als de situatie waarin je vader zit. Ik denk dat bij jou ook meespeelt. Kijk, voor mij is het gewoon een gegeven dat ik dat niet kan. Dat ik dat niet wil en op allerlei manieren tegen probeer te houden. En voor mij is iedere dag nog steeds gewoon een struggle. Ik heb nooit niet meer kunnen genieten van jullie lagere school. Dan heb ik het niet speciaal over de goede punten halen. Maar de dingen die daar terloops gewoon gebeuren van hè, klas 1 tot klas 8. En ja, daar zit een heel tijdsbestek tussen waar ik me gewoon niet meer terug kan halen. Dus dat eigenlijk aan mij voorbij is gegaan zonder dat ik dat besefte. Zoals ik daar nou op terugkijk, wat het ergste voor mij is dat andere mensen daar mij constant bevestigden van. Ja, maar jouw kinderen doen het goed op school en ik snap dit niet en ik snap niet dat je daar niet van kan genieten. En dus die gingen een hele opsomming maken aan dingen die ik gewoon niet meer meekreeg en meekrijg. Ik kijk ook 's morgens uit de raam en dan zie ik vaders fietsen met kinderen, weet je, moeders erbij. Dat is ook een gemis. Ik kan me dat ook helemaal niet terughalen. En ik zou ook heel anders willen zijn als dat ik in elkaar zit. Kijk, ja, maar jij hebt natuurlijk het idee, ik ben de hele dag aan het vechten met mezelf. Maar, ja, maar tegelijkertijd ben je anderen daar een beetje van weg aan het houden, zodat wij er allemaal niet hoeven te zien. Maar daarmee is ook wel dat het moeilijk is om te begrijpen, snap je? Buiten een documentaire om, kunnen je me altijd benaderen als jij behoefte hebt om ergens over te praten. Dat is het punt helemaal niet. Maar ook als jij niet goed in je vel zit. Ja, maar Devin, wanneer zit ik wel goed in mijn vel? Dus ja, dat is niet iets voor jou om mee te nemen, want dat belemmert jou. Ja. En dat duwt jou ook een richting op. Terwijl ik tegen jou zeg van, zie het los van mijn beleving. En dan kop ik het dan alleen maar terug naar mijn eigen vader. En zoals ik gezien heb, hoe het met mijn vader en mijn opa ging. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit is geweest. Nee. Ik heb best wel een sterk gevoel nog bij Kajen. Het voelt zo alsof iemand die zo hier zo een beetje met je meegaat de hele tijd. Positief of negatief? Ervaren. Nee, positief. Ja. Eigenlijk heel positief. Nou, mooi, je kunt het niet omschrijven, denk ik. Ik had het dus straks ook over wat op mijn schouder zat. Ja, dan is dat toch een heel ander gevoel.
Ja. Of ze de hele dag zitten te kijken van... Hè? Ja. Dat je jezelf inbeeldt dan van, doe ik dit wel goed? Of kan ik dit nog doen om... Hè? Om te laten zien dat ik nog iets doe of... Dat is een heel ander gevoel. Dat is een last. Ja. Ja, hij heeft een plek bij ons allemaal, maar als we samen zijn, dan is het nog bij ieder apart. Ja. Ik denk dat Jentel ook wel misschien wel daarin tekort heb gedaan. Omdat zij echt wel na die periode natuurlijk geboren is. En dan heb je toch al het idee van, ja, ze heeft hem nooit gekend en het is voor haar ook de broer. En natuurlijk weten we wel dat we misschien jou wel extra beschermd hebben en extra... Maar of dat ten nadele, ik ben wel trots op hoe we het gedaan hebben en hoe ons gezin in het leven staat. Daar ben ik echt trots op, ondanks ons grote verdriet wat we hebben gehad en nog steeds hebben. Ja, zolang we hier zijn is het fijn. En als we daar naartoe moeten, dan is er ook iemand dan op ons wacht. Dan is er ook iemand die op ons wacht. Ja, dan kan ik hem... in mijn armen sluiten, ja. En de liefde geven die ik voor jullie heb. Dat is het. Deze gesprekken hebben me echt goed gedaan. Omdat ik het idee heb dat ik zowel mijn vader als mijn moeder... op een andere manier heb mogen leren kennen. Tegelijkertijd kwam ik erachter dat ik zelf het op bepaalde momenten nog lastig vind om echt door te vragen. Vandaar dat ik nu mijn zusje, mijn vader, mijn moeder en Monique heb gevraagd om nog één keer met z'n allen bij elkaar te komen. We zijn hier nu een keertje allemaal tegelijk in een prachtige omgeving. We hebben natuurlijk een familieopstelling gedaan. Zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen? Ja, omdat we daar met z'n drieën zaten en degene die voor mijn ouders stonden... Hun emoties lieten gaan. Dat zorgde er eigenlijk voor mij voor dat ik dat ook... gewoon gerust kon. Ik kan me geen ander voorval herinneren de afgelopen jaren waarin ik dat heb... waarin ik dat mezelf heb toegestaan. Het gaat automatisch de tegenovergestelde richting in. Dus ja, ik voel het letterlijk naar buiten willen en weer teruggaan. Sowieso denk ik dat het mij gewoon tijd kost om vertrouwen op te bouwen met mezelf daarover. Want ik denk dat het iets is dat ik mezelf moet toelaten. Ik voel hetzelfde als jij. Precies wat hij aangeeft, heb ik zelf ook. Ja, maar... Ja. Ik denk wel dat je er al een stap verder in bent. Ja, heel soms. Ja, ik denk dat nu we dit gedaan hebben... dat het voor hem ook een stukje duidelijker wordt waarom... of waarom we dingen wel hebben gedaan en waarom niet. En ervaar je nu dat jij met Devin een ander contact hebt... een andere verbinding hebt? Nu dit gewoon over Kajen besproken is? Voor mij, ja, ik mis hem ontzettend. Ik vind het gewoon heel erg dat hij bij mij woont en dat ik nooit die dingen gewoon sneller kan delen met hem. En voor jou, Brigitte, eigenlijk omdat hij hiermee is begonnen, dat het jou heeft aangezet of de weg geopend heeft om... terug te kijken. Ik ben eigenlijk iemand, een persoon die het liefst alles in mijn eentje doet. Of tenminste in mijn eentje mijn verdriet verwerken. Of dingen die niet lekker lopen. Kijk, ik wil altijd zo min mogelijk mensen pijn doen. Dus doe je het uit bescherming voor de ander? Ja. Ja. Maar het was wel bijzonder om dat nu met Devin te doen. En dat gaat ook niet zomaar. Dat heeft echt wel tijd gekost.
En voor jou, Jentel, hoe is dit zo? Want ik zie je ook veel, hè? Komt veel emotie. Dat is gewoon lastig. Gewoon... Al die gevoelens en gesprekken, dan raak ik me nog gewoon... Jullie schelen geloof ik 10 jaar. Hè? Maar dan zat er dus nog een broer tussen. Ja. Hè? Die was dan 5 jaar ouder geweest. En dat verandert dan direct een heel gezin. Ik denk ook dat onze band anders was geweest. Heb ik het idee. Maar, ja. Ik zou hem natuurlijk graag herkend hebben. Gewoon willen weten hoe hij eruit ziet. Natuurlijk. En ja, ik denk inderdaad dat het dan wel een ander gezinsverband was geweest. Ook qua samenhang, denk ik. Want er is heel veel verbondenheid, ook dankzij hem, zeg maar. Ja, zeker. Ik heb nog een vraag aan jou, Brigitte, als het mag. Tijdens het gesprek met Devin gaf je ook zo aan dat je je ergens ook nog een beetje zo schuldig voelde tegenover Karin. Dat je hem in het bedje had laten liggen. Heb je het idee door dit hele proces dat je dat ook kan laten gaan? Nee, dat denk ik niet. Het was eigenlijk een sneltrein. En hetgeen wat jij, volgens mij, wat jij jezelf verwijt, is dat wij na het overlijden hem niet mee naar huis hebben genomen. En die koppel jij terug naar jezelf. Van waarom ik? Hè? Waarom heb ik dat niet zo gedaan? Dus, dat is totaal niet eerlijk. En dan, ja, omdat je als moeder zijnde... Dat is bij jou gaan overheersen. Ja. En als je logisch beredeneert van wat er gebeurd is... is dat, hè? Alles wat jij op dat moment voelde, dat was juist. Dat was de juiste ingeving en het juiste moedergevoel. Deze afgelopen 9 maanden hebben me onwijs veel gebracht. Ik ben een hoop te weten gekomen over mezelf, mijn omgeving en over mijn broertje. Eigenlijk simpelweg door te praten. Door vragen te stellen en te luisteren naar wat er bij mij van binnen speelt. Het was zwaar en soms pijnlijk. Maar ik ben blij dat ik deze zoektocht ben aangegaan. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Ik heb mijn doel nog niet bereikt. Maar ik ben er gelukkig wel iets dichterbij gekomen. Dichter tot Kayen, tot mijn familie en dichter tot mijn gevoel. En in plaats van daar bang voor te zijn, voelt het nu veilig om een gevoel te delen. Voor nu heb ik aan 2 dingen behoefte. Rust en degene waar het voor mij allemaal om begon. Heeft geen kritische ouder nodig in jou. Die zoekt in jou een partner. Goedemorgen. Wakker, Marien. Over 3 kwartier het hotel uit. Kut. Oké, go! En dan zit het te lachen. Wat een hel. Nee, ja.
ik denk dat het jou heel erg heeft gevormd. En dat jij, ja, misschien vervelende eigenschap, of hoe je het ook noemt, eraan over hebt gehouden. Maar ook gigantisch mooie eigenschappen. Namelijk hetgeen wat ik bij jou vind. En dat is veiligheid, vertrouwen. En het idee dat ik altijd bij jou terecht kan. En dat is wat iedereen bij jou voelt. En dat is volgens mij iets wat geboren is vanuit het moment dat Krijn is overleden, dat jij het idee had dat je er voor mensen moest zijn. Ik ben nog meer van je gaan houden. Ben je trots op jezelf? Nee. Ja, eigenlijk waarom vind je dat zo moeilijk? Ja, vind ik een moeilijk woord. Maar waarom? Ja, weet ik niet. Ik blijf wel gewoon last hebben van dat ik soms met een vervelend nagevoel opsta en daar niet echt vanaf kom. Wat grappig, want ik zie daar juist een enorme verandering in. Omdat jij nou eenmaal sneller aangeeft wat er in dat kopje van je afspeelt. Ik loop hier natuurlijk al heel lang mee. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik nu die stap heb gemaakt. Dus in die zin ben ik altijd trots op je. Wauw. Je hebt het gezegd. Ja. Dat ik er op deze manier op terug kan kijken. En mee verder kan. Laten we dat doen. Ja? Laten we dat doen.